Wij zijn ZVC Los Vergels Rummen, opgericht in 2017. In 2019 kregen wij het harde verdict te horen dat onze spits Maarten Vaas is omgekomen in een verkeersongeval. Om Maarten te herinneren hebben wij besloten om de club uit te bouwen tot wat hij nu is. En dat zijn drie provinciale herenploegen, één recreatieve damesploeg en één recreatieve herenploeg. Wij zetten heel hard in op de lokale verankering van onze club. De uitbating van de Sportal Cafetaria is daar een heel mooi voorbeeld van. Ook organiseerden wij vorig jaar een benefietdag voor Lucas. Lucas is een 10-jarige jongen uit Grazen met een schedelafwijking. In samenspraak met zijn ouders hebben wij dan besloten een dag voor hem te organiseren vol met activiteiten die vooral hij leuk vond. Verder organiseren wij ook nog de plaatselijke Warandenliga, een futsalliga met rond de 150 sporters. Zeker de derde helft gaat die samen hand in hand met het futsal en dat mag zeker niet onbelangrijk zijn voor een lokale sportgemeenschap zoals de onze.